Het is vrijdagavond 27 februari en een dag na het initiatief dat er een voorstel komt en dat we een ijsbaan organiseren in Boulder sinds heel erg lang, sinds de jaren 80, wat ik begrepen heb, waar ik zelf nog heel klein. Ja goed, als Baarle Batters ziende hebben we dat initiatief opgepakt. En ja, goed achter mij, we zien het, veel vrijwilligers bezig vandaag om de heng bij elkaar te brengen en iets te realiseren wat nog niemand gedaan heeft. Maar goed, niet zo voorzien om dat aan te griepen. Ja goed, we zullen zien van al hoe ver we gaan komen. Maar we gaan hier een flinke baan neerzetten. En we zien ervan overtuigd dat we komende anderhalve week een fantastische schaatsfeest van gaan hebben in Boulder. Met de ganse gemeenschap, maar vooral met die vele vrijwilligers die hier gewoon een geweldige inzet turen. We zien net Bob de bouwen, hè? Jazeker. Ja, het was een goed weg. Lees de bedankt voor deze te gekke schaatsbaan. Nou. En we zien ook de eerste schaatsbaan in Pielemaas, de open rijdt. Maar wat er mooi is dat de vrijwilligers van ons, en die staan hier her en der, die hebben hier dag en nacht zitten ploeteren, maar heel veel plezier om hier leuk iets te krijgen. Ik wil Boulder feliciteren met het opengaan van de eerste schaatsbaan in Pielemaas. En ik wil me eigenlijk aansluiten in hetgeen wat succes. Goede verleg met de buurt, lastig gedaan van werken en heel veel mensen in Boulder die dit mogelijk hebben gemaakt. Dus ook ik wil Gerard nog een applaus nog een keer vragen voor al die vrijwilligers die dit hebben gedaan. Super jongens! Uiteraard, dankjewel voor nog. Uiteraard wil ik ook alle ondernemers bedanken. Maar ondernemers, die sprongen één keer op van wie willen meewerken, wie stellen ons een materiaal ter beschikking. En als u zus maakt, we hebben gewoon iets plat gestoken. Die jaren was eerder een dag heen met of wogels of een keek, dan hadden we die gewillige zee de hechten nog even steken. En dat zien we natuurlijk heel blij mee dat stik dat gedaan is. En daarom zou ik een stik een linkje doorknippen van deze schaatsbaan. En dat vind ik leuk, of niet? Eerst wel een minuutje van de ruim vannacht. Dus in het midden, een stik doorknippen en dan wens ik een heel veel schaatsplezier. Hey! Daar gaan we!
Ja, dus het is geluk. We zien open. Het is de Ierse schaatsbaan sinds ik waren in de midden jaren 80. We hebben een schaatsbaan hier op de Sprunklaan. En ja, goed, als je van het drukte wat het duidt met de mensen. Het is magnifiek. Het is super druk. Het is lekker donker. Het is vuurstof. Het is een ideaal scenario. En het ijs hoort zich goed.